land is opgedroogd. Er is weinig beschikbaar vastgoed meer in te koop. En we komen dus weer toe aan nieuwbouw. En dat is hartstikke positief, want nieuwbouw heeft heel veel voordelen. Met name hier op de Kil. We hebben hier een prachtig terrein. Goed parkmanagement. Het ziet er allemaal heel erg representatief uit. Daarnaast hebben we de afgelopen periode gemerkt in de gesprekken met onze klanten dat we ook kunnen bedienen bij nieuwbouw met maatwerk. We hebben dus verschillende panden op maat aangepast naar de wensen van de kopers. Nou, dat is iets wat met nieuwbouw uitermate goed kan. Bij bestaande gebouwen is dat, bij bestaande bebouwing is het altijd wat moeizamer. Een ander belangrijk aspect, u bent hier net binnengekomen. U heeft gezien dat wij ook werken aan een CO2-reductie op onze bouwplaatsen. Maar ook het gebouw wat de kopers, investeerders, ondernemers straks in gebruik gaan nemen, dat zal een duurzaam pand zijn. Een nieuw pand wat voldoet aan de huidige eisen. En men zal dus ook daarin ervaren dat onder andere het energieverbruik beperkt zal zijn. Ik zou zeggen, Jasper, als jij zover bent, dan gaan we verkleden. Ja. Ja. Ja, dus met name is 2e of misschien wel de 3e paal slaan. Werd net al naar verwezen. Ook als gemeente Dordrecht zijn we natuurlijk ontzettend blij met deze ontwikkeling. Jaren van, nou, stilstand wil ik niet zeggen, maar ik heb wel eens gezegd van ik hoor wel weinig heimachines de laatste tijd. Weer een mooie nieuwe ontwikkeling op Kil 3. Ziet er niet alleen goed uit, maar 9 van de 14 verkocht. Dat is toch ook wel een teken van vertrouwen. Ik zei dat tegen meneer Van Herk ook. Waardering voor het feit dat er deels op risico gewoon ontwikkeld wordt. We zijn als gemeente ontzettend blij mee. Werkgelegenheid, niet alleen voor de bouwer zelf, maar ook voor de ondernemers die daarin kunnen groeien. De makelaar hoop ik dat er weer van kan leven. En voor ons als gemeente uitontwikkeling van het terrein wat al lange tijd in beweging is. En we zijn hier op Kil 3, zoals de naam al zegt, nummer 3 van de 4. Voor de zomer het besluit genomen om voor logistiek over de dijk nog te gaan ontwikkelen. Een gebied met, sta je niet altijd bij stil, zo'n 750 bedrijven en zo'n 14.000 banen. Dus daar gaat nogal wat in om. En om die reden extra blij dat er gewoon wat nieuws wordt toegevoegd. En op een kwalitatief hoogwaardige manier. En ik denk, Ab van den Berg zag ik net ook al lopen, onze parkmanager, dat hij daar ook wel weer blij mee is. Dat het hier gewoon goed ontwikkeld wordt. En wat dat betreft, ja, je zei net ergens rond februari, dat is nog net voordat ik misschien wat anders ga doen. Dat gaan we in maart meemaken. Maar mocht er een deel 2 komen, mag je in ieder geval bellen. Ik wil iedereen die betrokken is bij deze ontwikkeling bedanken. Ook aan de zijde van de bouwer, de ingenieurs. Ongelooflijk veel mensen bij betrokken, weet ik uit eigen ervaring. En heel veel succes de komende tijd. We spreken elkaar ongetwijfeld bij de volgende fase. En zo niet, genieten we nu van een glaasje en mooi weer
Bedankt voor de investering en het vertrouwen en heel veel succes. Jasper, bedankt. En dan willen we het glas heffen op een voorspoedig project. Proost. Proost.